Goedemorgen. Het is de release datum zondag 22 januari. We gaan eerst eventjes een stapje terug naar de eerste vlog van dit jaar. Daar had ik het over de haagplanten en dat ik even wat foto's zou laten zien. Dat ben ik helemaal vergeten. Dus daar beginnen we eerst eventjes mee. Zo, hierbij ons idee van de inheemse haag. In eerste instantie is het krentenboompje. Er zijn er 26 van. En de meidoorn, daar zijn er 33 van. Dan de Gelderse roos. Dat zijn er 26 van. De gele kanoeien, daar hebben we er 26 van. En de rode kanoeien, daar zijn er ook 26 van. Dan hebben we de kardinaalsmuts, dat zijn er 26. En als laatste het sprongenhout, dat zijn er ook 26. Zo, daar hebben jullie als het goed is nu gezien. Zullen zien hoe dat verder groeit dit jaar. Het heeft natuurlijk even tijd nodig. Wat hebben we verder? Deze week is het vriesweer. Het is geen metselweer. We zijn niet verder gegaan met de voorzetwand, of laat zeggen het afbreken van de voorzetwand en opnieuw doen met de nieuwe inzichten. Maar dat zullen we binnenkort wel weer vervolgen. We zijn zand aan het kruien geweest. Dat zie je zo meteen wel in de timelapse. We zijn met houten takken bezig geweest. Nou ja, ik zou zeggen veel kijkplezier. En nou ja, blijf ons volgen zou ik zeggen. Een duimpje omhoog mag altijd. Subscriben mag ook altijd. Moet niet. Allemaal op je eigen verzoek. Maar veel kijkplezier. Doei. Zo, goedemiddag, dinsdag de 17e. Zoals je net in de timelapse hebt kunnen zien, de laatste kruiwagen zand verreden van de berg, wat berg was, naar hierachter. Dus alles ligt nu hier. Kunnen we ooit de stenen die liggen en het zand die liggen, hier in dit stukje, kunnen we het afmaken. Maar in ieder geval ligt het nu op de plek waar het voor bedoeld is. Dus hier in een stukje naast het stookhok bij de officiële voordeur. Nou, gaan we binnenkort doen. Hopelijk. Waar kwam het vandaan? Het is nou netjes opgeruimd. Kunnen we al meteen eventjes die kant oplopen. Kan ik meteen de poort dicht doen. Dus hier was een hele berg zand. Dat is nu weg. Dat is hartstikke mooi. Gaan we nog even met Boy een balletje gooien. Waar is de bal, Boy? Boy, waar is de bal? Waar is de bal? Ja, daar is de bal. Ja.
Ja. Zeker. Zeker, jongen. Ja. Ja, kom maar. Goed zo. Ja. Beter. Nou, dat is het weer. Goedemiddag, het is vrijdag 20 januari. Het is boven nul, 2 graden. Maar het voelt aan als min 5, min 6. Het is koud. Maar wat ik jullie even als laatste item van deze weekvlog nog even mee wilde geven is, we zijn met een takkenrail bezig gegaan, omdat er eigenlijk verder weinig te doen is. Wil ik u even meenemen langs de takkenrail zoals hij nu klaar is. Zo, als we dat doen vanaf poort 2 of poort west, of hoe je het ook noemen wilt, dan zie je het hier achter mij, of net voor mij zag je het al liggen. Langs de heg.
Hier ligt al een stukje. Maar ik kan er hier eigenlijk niet door, dus ik loop even om. En dan, zo. Dan zie je hier dus stapeltje, takken allemaal liggen. Die verzamelen overal van het terrein. In feite wordt het een soort schermwandje voor de vogels. Loopt gevarieerd langs de bomen. Hier loopt hij weer een stuk verder ervan af, omdat we daar hier een doodstuk, daar een doodstuk hebben liggen. Nou, en dan loopt het hier weer helemaal richting de heg, het hek. En dan gaat het eromheen. Daar zo. Komt het hier ook weer voor de afgezaagde boom. Ligt het hier. Hier hebben we nog een afgezaagde boom. Nou, zo gaan wij alle takken verzamelen. En dan gaan we dus een takkenrail van maken. Dus het wordt hoger en hoger. Maar dit is waar we nu even zitten. Nou, hier. In de timelapse heb je... Even kijken, hoe kom ik hier nou voorbij? Via deze kant. In de timelapse heb je een stukje kunnen zien dat we vergane bomen aan het korter maken waren. Takken aan het verzamelen waren. Hier loopt hij achter deze boom langs. Want ik loop eigenlijk op het zogenaamde wandelpad. Door het zogenaamde bos. Kan ik hier langs? Hier kan ik nog wel langs. Zo. En dan hier heb ik een steesplissing, daar was ik mee begonnen. Dus dan loopt een stukje die kant op. Maar het komt eigenlijk, want ik ben nu even een stukje door het bos gelopen. Dit is het pad. Als je het eventjes terugkijkt. Dit is het pad wat we vanaf de caravan, vanaf de zithoek, deze kant op. Hier bij dit boompje wat er middenin staat, gaan we die kant op en die kant op. Dus hier, heb je een takkenrail, even een schijnstukje. De takkenrail die loopt aan deze kant verder. Allemaal hier naartoe. Tot aan de hekwerk weer. En dan zijn we dus in feite bij deze berg uitgekomen op het eind van het terrein in het hoekje. Dit gaat natuurlijk steeds hoger met afval, met wat zit er allemaal tussen, schors, stukken van de boom, wat weggevreesd is. Nou, dat wilde ik jullie nog weer even meegeven. Dit was het eind van de vlog. Ik zie je hopelijk bij de volgende vlog. Doei!